Shut up and sit down. Het is bijna lente en dat doet maar één ding zeker. We gaan onze zware kerstmisreceptjes achter ons laten. En we gaan terug met van die lichtere, fruitige ingrediënten bij ons. Ik maak vandaag pinwheel pastries met bosbessen en citroen. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius en leg een vel bakpapier op een bakplaat. Bestrooi je werkblad met wat bloem, zodat je het deeg straks makkelijk loskrijgt. Snijd een inkeping langs elke hoek van het vierkant bladerdeeg. Leg ongeveer een theelepel vanillepudding in het midden, uit een potje weliswaar, je hoeft u er echt niet voor te schamen. Leg een hoek bladerdeeg naar het midden toe, sla een hoek over en doe dan de volgende hoek, enzovoort. Op die manier krijg je dus het pinwheel effect. Leg ongeveer 3 bosbessen, of eender welk seizoensfruit je maar wilt, in het midden van het gebakje. Leg het gebakje voorzichtig op het vel bakpapier en bestrooi met een beetje kristalsuiker. Bak vervolgens de pinwheel pastries ongeveer 20 minuten op 200 graden Celsius. Meng in een kommetje de poedersuiker met de zesten van een citroen en het citroensap door elkaar tot je een glad papje hebt. Is het te lopend, voeg dan nog wat extra poedersuiker toe en omgekeerd. Vul een spuitzakje met het poedersuikermengsel en spuit het zo over de gebakjes. Je kunt de gebakjes ook gewoon bestrooien met een beetje poedersuiker als je dit niet de moeite waard vindt. Serveer de pinwheel pastries bij voorkeur nog de dag zelf, want dan zijn ze het meest krokant en natuurlijk het lekkerst. Voilà, dit waren mijn pinwheel pastries. Vond jij dat ze even lekker zijn dan ik ze lekker vind? Vergeet dan zeker niet om te liken, te commenten, subscriben of gewoon alles doen wat je maar wilt, maar ik ga nu gewoon even nog voortgenieten, want het is gewoon echt te lekker.